Hartelijk welkom bij weer een video over 3D-printen. Vandaag een heel bijzonder onderwerp. Misschien hebben we vroeger als kind wel een keer doktertje gespeeld. Ja, ik trap maar even een deur in hoor. Wist je dat je met een 3D-printer ook kunt doktertje spelen? Hoort even een verhaal bij. Mijn vrouw en mijn dochter, beide hebben één ding sowieso gemeen, is dat ze dezelfde ziekte hebben. En die ziekte dat is fibromyalgie. En bij fibromyalgie willen je spieren niet meer meewerken en vooral van je handen. Dus als je iets vast wil houden en je wil het loslaten, maar jouw spieren willen dat niet. Dus met andere woorden, het wil maar niet losgelaten worden of juist andersom. Je wilt iets vasthouden, maar je krijgt het maar niet vastgehouden. Het valt. Ik moet er wel eens om lachen thuis, want er valt bij ons dus regelmatig het een en ander over de vloer. Omdat mijn vrouw simpelweg dan haar spieren niet kan controleren op dat moment. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk heel vervelend en ook pijnlijk voor haar. Bij mijn dochter was het volgende al eerder vastgesteld. Bij mijn vrouw echter recent is dat zij zeg maar haar vingers niet anders meer konden als krom staan. En ik maak er wel eens een grapje over, je kunt piano gaan spelen. Maar het is natuurlijk niet zo leuk voor haar. En daarnaast is het pijnlijk. Nou heb je, als je een gebroken been hebt, dan kun je een spalk laten maken. En met zo'n spalk kun je zo'n gebroken been zetten. In feite kun je dat met een vinger ook, alleen als je daar een stokje naast plaatst, dan kan je met die vinger helemaal niks meer. En nou zijn er, gewoon ook te koop, dat noemen ze vingerspalkjes, in zijn Engels fingersplints, die je over je vinger heen kunt schuiven, waardoor je je vinger eigenlijk nauwelijks of niet kunt buigen, waardoor zeg maar je vinger recht blijft staan. En deze week vroeg mijn vrouw mij, even voor alle duidelijkheid, mijn dochter heeft dus die dingen voorgeschreven gekregen van haar arts. Maar mijn vrouw die vroeg mij of ik dat ook voor haar wilde maken en of dat haar zou helpen. Ja, of dat haar zou helpen kon ik haar natuurlijk niet beantwoorden, ik ben geen arts. Maar of ik het kon maken, dat was een ander verhaal. Ik ben op zoek gegaan op Thingiverse en ik zal onder de video straks een paar linkjes plaatsen. In eerste instantie van de fingersplint die je daar kunt downloaden. Daar staan er meer, maar ik heb een specifieke gekozen. En daarnaast een linkje naar een STL-bestand met daarin ringen in de Amerikaanse maten, zodat je zeg maar de maat kunt nemen van die vinger. Want wat belangrijk is bij zo'n fingersplint, dat is tot zeg maar de maat van het bovenste botje genomen wordt. Niet van de onderste, want de bovenste is dikker. Dus je moet voor elke vinger vaststellen welke maat fingersplint er noodzakelijk is. En die kun je dan vervolgens gaan downloaden en gaan printen. Het moet wel met support, maar ik heb hier dus een voorbeeld van zo'n fingersplint. Zie je dat? En dit lijkt misschien zwak. In zekere zin is het dat ook, want het is natuurlijk vrij dun en dus kan het ook wel kapot. Maar als mijn vrouw dat nou niet tijdens het werken draagt, want dan gaat het kapot, maar gewoon als ze thuis is, dan heeft ze hier dus baat bij. En zo heb ik als niet-dokter toch even doktertje gespeeld, want inmiddels zijn de vingers die zij van die fingersplint voorzien gewoon keurig recht, zoals het dus hoort. En dus heeft ze ook veel minder last van pijn en al dat soort zaken meer. En zo zie je dat 3D-printen niet alleen voor de fun is of het repareren van zaken, maar ook in de medische wetenschap zijn intrede doet. Nou, mocht je dat nog niet weten, een van de belangrijkste dingen misschien wel, vind ik, is het printen van ledematen. Een hand of een arm voor een kind bijvoorbeeld. Kinderen namelijk zitten in de groei. En dat betekent dat elke 1 à 2 jaar er een nieuwe hand geprint moet worden of een nieuwe arm geprint moet worden. En je kunt je voorstellen dat dat eigenlijk niet betaalbaar is voor ziekenfondsen en al zeker niet in landen waar de medische zorg minder financieel afgedekt is. Denk aan de Verenigde Staten. Ook bij het maken van gebitsprotheses worden 3D-printers gebruikt. En zo zijn er nog heel veel andere mogelijkheden die in de medische wetenschap een toepassing in een 3D-printer vinden. Dit was een hele kleine, het is ook een hele korte video, maar deze fingersplints werken dus voor mijn vrouw. Dus ken jij iemand in je omgeving
die ook dat probleem heeft met die vinger die maar krom blijft staan, die ze niet meer recht krijgen, bijvoorbeeld reuma. En die iemand die heeft er zo'n last van, dat je zegt van, oh, misschien moeten we wel eens proberen om daar iets aan te doen. Denk dan eens aan die fingersplints. Links staan onder de video. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Dag.